Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn stem is wel weg, maar ik heb best een video opgenomen. Een setup tour. Jullie vorige video, was het een leuke video? Laat het me weten. Bedankt voor het kijken naar die setup tour. Dus, wij zitten nu vandaag weer met een nieuwe video. Weer een praatvideo. Geen game content. 1 game content deze week. Dat was natuurlijk de FIFA. Mijn ultimate team. Natuurlijk met Griezmann in de spits. En Dion. Maar ja, deze video wordt op vrijdag geüpload. Ik zeg, keep the grind going, man. Ik ben zo goed bezig met mijn grinding, dat ik gewoon vergeet welke dag dat is, welke dag dat ik vandaag ben. En ja, ik ben gewoon zo keigoed bezig met mijn video's te maken en dat ik zelf niet meer weet hoeveel video's ik al op een dag heb gemaakt. Oké, ik weet niet dat ik er vandaag 5 heb gemaakt. Nee. 1. 4 heb gemaakt. Ja. 4 video's op 1 dag, dat is niet weinig hoor. Maar ja. Ik ben vandaag. Het is vrijdag 4 december. Volgende week vrijdag. Ja. Is het al midden december? Ah ja, bijna midden december. En bijna tijd voor kerstmis. Dus ja, normaal gezien had ik in december ergens een afspraak met de kapper. Gaat ook niet door, want lockdown en kapperszaken die niet open mogen. Dus ga ik nog een hele tijd met deze kutkapsel zitten. Maar maakt niet uit, ik draag wel een bed in mijn video's. En ja. Dus ik wil eventjes jullie bedanken. Allemaal, jullie allemaal, de abonnees. Wil ik eventjes bedanken voor het leuke jaar 2020. Oké, het was wel een kut jaar. Aangezien coronavirus en nog andere dingen. Maar ik heb zoveel abonnees bijgekregen. Alleen al in 2020 heb ik al het dubbele bijgekregen dan dat ik in 2019 had. Dus echt bedankt aan die veel abonnees dat er in 2020 zijn bijgekomen. Echt waar. Zonder jullie had ik misschien 2020 niet doorgekomen. Oké. Ik weet dat het slecht klinkt, maar 2020, het was misschien een kut jaar, maar ik heb een relatie gekregen in 2020. En keiveel abonnees erbij. En 2020 was gewoon, door het coronavirus was het slecht. Oké, in het begin van 2020, in februari, ben ik op vakantie geweest naar Frankrijk. Het was immens leuk. Het was gaan skiën. Het was echt een immens leuke vakantie. Maar daarna sloeg het noodlot toe. Het coronavirus. En ik heb toen gezegd van, ik blijf thuis. Allee, ik kan niet gaan werken. Oké, 16 maart, ik moest naar huis gaan werken, hebben ze me opgebeld om te werken van, u gaat niet komen werken, er is geen werk. De dag erna is het werk moeten sluiten, zaten we thuis in ons kot tot midden in maart. Dan in mei, zijn we terug gaan werken. Oké, tot wanneer was dat? Tot de andere dingen, tot naartoe ging. Oké, ik had werk tot september, oktober. Oké, oktober zei de regering van, we gaan terug naar lockdown doen. Oké, welle. Ja zeg, het is lockdown. Gaan we er nog kunnen werken? Oké, welle horen, ja, welle moet thuis blijven, welle mocht niet gaan werken en dit en dat en dit schijnt. Dus ik heb mijn verlof niet op kunnen pakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, want ik zit thuis. Oké. Ik dus thuis en ja,
Natuurlijk, je begint het te vervelen thuis. Wat doe je dan? Je gaat af en toe een keer wandelen en ja. En dan ga je wandelen. Dan zit de baard. En dan komt het bij terugberen en dan het kaat en dan zit het terug te vervelen. En dan van verveling wil je een hele dag op de PlayStation zitten. Oké, ik zit dan de hele dag op mijn PlayStation. Dan mijn moeder zegt van, is het nog niet tijd dat je aan de PlayStation afgaat? Ik zeg, jood, maar ik zit al een hele dag op mijn PlayStation. Ik ben een keer FIFA aan het spelen. Ik speel een keer Ultimate Team en ja. Oké, ik zit dan al een hele dag op mijn PlayStation. S'avonds ga ik eens slopen. Zal ik smergens al om 6 uur op. En kon ik je terug op mijn PlayStation. Terug tot 8 uur en 9 uur s'avonds en ja. En dan denk ik nog weer hetzelfde. Altijd hetzelfde leukje. En kon ik, zou ik een keer in de Lanen kunnen gaan of zou ik een keer naar Leuven kunnen gaan? Maar dat doe ik niet. Want ik wil het coronavirus niet oplopen. En ja. Ik zit nu wel thuis. En ja, ik ga af en toe nog een keer weg. Al ja. Maar ik zit meer thuis dan ik weg ben. En dan nu zitten we in december. En ja. Het coronavirus. Waar is het? Ik heb het nog nooit gehad. En ik wil het eigenlijk niet hebben. Maar nu. Zouden we al een vaccin hebben voor het coronavirus. Dat ik zei van, ik kan dat pakken. Maar wanneer komt het coronavirus vaccin? Dat weten we niet. Maar eigenlijk, maar het verhaal van deze video is dat 2020 eigenlijk wel een kut jaar was, maar ook een leuk jaar. En ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer, reageer en ik zie jullie graag terug in een nieuwe video. Joep!